We starten met het vijfde deel, de stretching en relaxatie. We komen tot heel zit. We gaan zitten op de hielen. Romp gaat naar voren, de handen zo ver mogelijk. Hoofd naar beneden. En we noemen dat de kindhouding. En heel rustig in- en uitademen. Je voelt de druk van je buik op je quadriceps. En je probeert heel rustig in en uit te ademen. We plaatsen de schouders boven de polsen. En we komen tot de opwaartse hond. Het bekken is ontspannen, is laag en we kijken omhoog. Zorg ervoor dat je uit je schouders duwt en je omhoog kijkt. Tenen gaan in de grond en we strekken de benen naar de neerwaarts kijkende hond. De down facing dog. Goed uw kuitspieren uitrekken. Kijk naar uw handen. Kijk naar uw voeten. En plaats terug schouders boven de polsen, knieën in de grond en we komen terug tot de kindhouding. Heel rustig in- en uitademen. En terug schouders boven de polsen. En heel langzaam bekken laten hangen. Opgepast tijdens die oefening mag je je buikspieren niet volledig loslaten. Hè. Het is niet doorhangen in je lenden. Goed controleren hoe je houding is. Schouders zijn laag. Tenen gaan in de grond. En strek je benen. Down facing dog. Kijk naar je voeten. Kijk naar je handen. En langzaam schouders boven de polsen, knieën plaatsen en we komen schouders terug boven de polsen. We draaien naar links, zo ver mogelijk met je handen. Je twee knieën zijn aangesloten en je gaat hangen naast die hielen. Je handen kleven op de grond en je laat niet los. Hoofd tussen je twee armen. En je kijkt onder je rechter oksel naar opzij. En we komen terug. En we wandelen aan de andere kant. Zo ver mogelijk. En heel rustig. Uitademen. En rustig inademen. Kijk onder je linker oksel door. Naar opzij. En terug recht. Wat je vooral moet voelen is de rekking helemaal in je romp aan de zijkant. En heel rustig neer. Dus je voelt de rekking vanaf je schouder helemaal op de zijkant tot aan je bekken. Kijk onder je oksel door. En terugkomen. Laatste keer naar de andere kant. En we gaan langzaam hangen. Hoofd naar beneden. Kijk onder je linker oksel door. En terug. En we draaien naar voren. We komen in kniestand. We heffen rechterbeen, armen zij, aan opzij, heel ver reiken, terugkomen en over. Romp recht houden, in naar voren hangen, borst blijft open en nog een keer. Zij en opzij. Strek je been heel ver, kijk helemaal naar links en terug. Wegduwen,
wisselen van been en armen zij. We reiken zo ver mogelijk. We komen terug. Rond buik af, steun op je knie. En open. En terug opzij. En steun, arm zo ver mogelijk. Hoofd mee. En terug. En sluit. Ander been terug. En zij. En over. En terugkomen. Zo ver mogelijk reiken. Hou je knie heel goed open. En over. Been strekken. Romp zo ver mogelijk opzij. Kijk naar links. En terug. Ver opzij. En we wisselen van been. Zij. Ver opzij. Naar links. Terugkomen. En over. En terug zo ver mogelijk reiken naar links. En over je hoofd. Strek je been. Arm zo ver mogelijk open houden. Hou je romp helemaal open. En terug. Twee benen sluiten. En we komen in zit, in spreid zit. Twee benen zijn gespreid. Romp is recht. Vermijd dat je naar voren hebt met een ronde rug. De afstand speelt echt geen rol. Het is de bedoeling dat je je romp kan recht houden en dat je de spanning voelt aan de binnen- en de achterzijde van je benen. Je zit vlak een klein beetje omhoog en je duwt op je hielen je bekje naar voren. Plaats je handen altijd voor je op de grond. Ga langzaam naar voren. Probeer te vermijden dat je dit doet. Dus kin omhoog en blijf kijken naar voren. Blijf kijken naar voren. En voel tot waar de spanning het hoogst is. Waarbij je je spieren niet gaat forceren. Blijf heel rustig in en uit ademen. We gaan langzaam naar rechts. Ga aan de binnenkant van je been hangen. Niet aan de buitenkant, aan de binnenkant van je been. Kijk naar de rechterhoek. En hou je romp recht. Eventueel pak je je teen en je trekt je teen naar je toe. En we komen terug naar het middelpunt. En we draaien naar links en opzij. Altijd je hand op de grond houden, nooit niet zonder handen, want dan ga je te veel je rug belasten. Hand op de grond, naar voren kijken, aan de binnenkant van je been. Niet aan de buitenkant gaan hangen, geen ronde rug, rechte rug. Pak je tenen vast, heel rustig naar je toe trekken. Oké, terug naar voren. Wandel heel langzaam naar voren en plaats als je het kan, moet niet, mag, je twee ellebogen op de grond. En rustig op. Uitademen naar voren. En op. Twee benen sluiten. Plaats je rechterbeen over. Rechterrug houden. We draaien eerst langs de gemakkelijkste zijde. Probeer je schouders heel goed in het verlengde te houden. En nu gaan we naar de moeilijke zijde. Trek je knie heel goed naar je toe. En draai om. Niet doorhangen. Al je wervels moeten heel mooi op elkaar gestapeld blijven. Schouders wel goed naar achter duwen. Trek je knie heel goed naar je toe. En wissel. Je linkerbeen kruist over. Romp recht.
knie hangen, rechte rug, schouders laag. Eerst de gemakkelijke zijde, draai. En we wisselen. Knie naar je toe en houden. Blijf langzaam in- en uitademen. En heel rustig terug naar voren. En we komen rustig langzaam recht op de knieën. Strekken twee benen. En wandel langzaam terug naar je voeten. En we rollen heel rustig op. Twee benen parallel. Langzaam inademen. En uitademen. Heel rustig inademen. Energie omhoog brengen. En terug naar beneden. Probeer zoveel mogelijk energie omhoog te scheppen. Allemaal omhoog. En je pakt een douche van energie die je boven je hoofd uit hebt gekieperd. En terug omhoog. Op. En uit. Laatste keer. En. Twee handen voor. En. Hand op je schouder. Op je andere schouder. En geef jezelf enkele schouderklopjes, want dat heb je prachtig gedaan.